Wat als alles zou mogen? Dan ben je verbonden met al wat is. Welkom in die wereld. De cursus noemt hem de werkelijke wereld. Dat is nou de werkelijke wereld. Hoe voelt het als iets mag? Als ik in een ruimte kom waar ik ontdek dat vrijheid is. En wie is degene die mij die vrijheid geeft? Dat ben ik zelf. En wie is degene die mij die vrijheid onthoudt? Dat ben ik zelf. Als ik mij niet vrij voel, dan heb ik mij niet toegestaan om te zijn wat ik ben. Vrij. En ik kan leren om mijzelf dat toe te staan in de praktijk van het dagelijks leven. Door liefdevol met mezelf om te gaan. Welkom in de wereld van het mogen. Derde fysieke ontmoeting. Opnieuw op een bijzonder moment op de tijdlijn. En ook behoorlijk, voor mij een hele intense tijd. En dat speelt zich af in mijn privésfeer. Ik heb ooit de cursus in wonderen leren kennen door mijn opa. En op het moment dat we dit opnemen is hij exact 7 weken geleden begraven. Dus toen kwam het thema loslaten en afscheid naar voren. Wat op zichzelf pijnlijk was, moeilijk was, ook verbindend was. Op de begrafenis heb ik ook veel verbinding gevoeld met de mensen om me heen. En in diezelfde dagen heb ik ook nog andere mensen het afscheid van moeten nemen. In de liefde. Een oom van mij die ook is overleden. Een kat van onze ouders die is weggegaan en niet meer teruggekomen. Daarin ben ik voor mezelf de Dark Night of the Soul ingegaan. Ik voelde een commitment, a little willingness in de cursustermen om er doorheen te gaan, om dingen te mogen ontmoeten, dingen te doorvoelen. En gelijktijdig heb ik het als behoorlijk eigenlijk wel intens verdrietig ervaren. Volgens mij zijn wij hier vandaag samen om te praten over verbondenheid. Te praten over loslaten, over toelaten. En in het bijzonder ook met elkaar in de dialoog te gaan over de relatie. In de inleiding heb ik een stukje van mijn persoonlijk verhaal verteld. Maar ik ben hier vandaag zeker niet alleen. Mijn broer die hier achter de camera aanwezig is, die heeft ook een vraag. Mijn moeder heeft een vraag. Een vriend van mij, nog een vriend. Nog een vriend, een vriendin, mijn zus. Dus ik heb vragen meegenomen. Ik werk altijd op intuïtie, maar voor deze bijzondere gelegenheid heb ik een behoorlijk aantal mensen die ook binnen dit thema hun vragen hadden. Dus allereerst heel fijn om hier weer bij jou te zijn. En voor mij een heel kwetsbaar moment. Dus misschien dat ik me ook kwetsbaar laat zien vandaag. Maar daarvoor bij deze al bedankt. Voor de mogelijkheid om hier voor de derde keer een gesprek te voeren. Ja, Joop, dank je wel. En ik zou dit gesprek willen beginnen
ja, binnen het thema verbinding, waar we natuurlijk ook van alles over hebben ervaren de afgelopen jaren in de wereld. Verdeling naast verbinding. Verbinding met de mensen die ons dierbaar zijn, maar ook de verbinding met onszelf. En ik heb een vraag van mijn buurvrouw gekregen, die ook heel erg resoneerde met mijzelf. En haar vraag was, als het zo is dat ik een wereld zie die binnenin mij gecreëerd is, hoe schep ik dan een wereld die ik wil zien als ik de verbinding met mezelf ben verloren? Ja, dat is een goede vraag. Ja, als ik de verbinding met mezelf ben verloren, dan zal die verloren blik ook naar buiten kijken. Dus waar het om gaat is, je kunt niet eerst de blik naar buiten herstellen en dan hopen dat het in je binnenwereld nog eens goed wordt. De cursus, die laat je echt zien van dat een gangbare benadering is die niet klopt. De benadering die de cursus daar tegenover stelt, is in je binnenwereld, daar liggen je keuzes en daar ligt je vrijheid. En van daaruit kijk je. Dus zoals je begon met deze vraag, van als ik in mijn binnenwereld niet één ben in mezelf, dan zal het niet gaan lukken om eenheid te zien, echte eenheid te zien met anderen, met de wereld als geheel. Andere kant van het verhaal is, als ik mij open om één te worden met mezelf, dan ga ik dat ook zien in alle dingen. Ja, en de vraag rijst natuurlijk, hoe word je één met jezelf? Hè? Nou, de cursus geeft daar een hele mooie benadering van. Je bent niet één met jezelf als je jezelf veroordeelt. En wat zijn we er goed in om als het ware twee ikken te hebben. De ene ik beoordeelt mij en vindt de andere ik fout. Schuldig, verkeerd, ontoereikend. En zo heb je twee ikken, hè? Een judge en een beschuldigde. En dit is wat gemiddeld heel veel gebeurt. De uitweg daaruit is dat je dit inziet. Ik veroordeel mezelf. En hoe zou het zijn om daarmee te stoppen? Gesteld dat ik een volmaakte schepping van volmaaktheid ben. En de cursus in wonderen ziet dat als een feit. Hè? Gesteld dat ik een schepping van volmaaktheid ben. Een volmaakte schepping. Waarom zou ik een strijd met mezelf voeren? Is het mogelijk om met mijzelf in eenheid te zijn? En dat blijkt mogelijk. Ja, als ik stop met mezelf te veroordelen en als ik daarvoor in de plaats mezelf zie als iemand die ik lief kan hebben, dan kijkt de liefde in mij naar uiteindelijk de liefde in mij. En dan ben ik af van twee ikken. En dan ben ik één liefde. En dit is niet een mooie theorie, maar dit blijkt te doen. Ja, dit blijkt te doen. En dan ben je één in jezelf. En als die eenheid tot stand is gekomen, dan kijk je zo naar alles. Die eenheid breidt zich uit naar wat je waarneemt. En in die eenheid is een enorme ervaring van verbondenheid. Je eerste oog is het oog van verbondenheid dan. Ja, welkom in die wereld. Mooi. En ja. Ik vind het wel mooi als ik het zo interpreteer van, ja, je zou zeggen een goede liefdesrelatie met iemand. Dat is als het ware, nou ja, dat je met elkaar samenvalt. Dus dan word je één. En nou ja, binnen jezelf zijn er dus eigenlijk in dit voorbeeld misschien ook twee versies. Ja. Die eigenlijk eerst de relatie met elkaar, ja, moeten herstellen. Ja. Ja, mooi. Ja. Want ik heb de overtuiging altijd gehad, zoals Blaise Pascal geloof ik in 1800 zei van, all human problems stem from the fact that a man is unable to sit quietly in a room alone. Ah.
En toen dacht ik, ja, ik moet dus goed worden in alleen zijn. Ja. Mag ik daar een citaat aan toevoegen dat, dat de cursus geeft dat heel verwant is? En dan staat er, jij denkt dat je eenzaam bent wanneer er geen ander lichaam in de kamer is. En dat laat hetzelfde beeld zien. Hè? Je denkt dat je eenzaam bent. Ja. Maar dat is een gedachte. En die gedachte, daar heb je als het ware het bewijsmateriaal van het lichaam voor. Maar dan moet je eerst voor jezelf vertellen dat je een lichaam bent. En dat je een lichaam bent dat een ander lichaam nodig hebt. En de cursus zegt, je bent geen lichaam. Je bent mind and spirit. Je bent geest en je bent een scheppende geest. Ja. En maakt gebruik van een lichaam. En dat geeft een hele andere benadering van dingen als eenzaamheid. Ja. Ja. Mooi. Als we het hebben over verbinding, dan wordt er tegenwoordig door veel mensen in de spiritualiteit gesproken over in vrijheid verbonden zijn. Bij mezelf bemerk ik dat ik mij of vrij of verbonden voel. Maar dat het termen zijn die elkaar eerder lijken uit te sluiten dan elkaar aan te vullen. Kun je daar meer over vertellen? Vrij? Verbonden. Nou ja, op het moment dat ik mij verbonden voel, dan ontbreekt er misschien soms de vrijheid om mijn eigen gang te gaan. Of op het moment dat ik mij vrij voel, ja, dan heb ik ruimte nodig. Dus dan kan ik me eigenlijk niet goed associëren of verbinden met mijn omgeving. Ja, als je dit zo voelt, dan kun je vermoeden dat er iets misgegaan is. Ja, want vrijheid... geeft beslist, heeft de ruimte in zich tot enorme verbondenheid. En verbondenheid is werkelijke verbondenheid als daar sprake is van vrijheid. Dus de twee kunnen niet gescheiden zijn. Ze passen in dezelfde waarheid. Dus waar we het eigenlijk over hebben nu is relaties, hè? Hoe werken relaties? En de cursus die maakt ons altijd duidelijk van ja, je hebt twee soorten relaties. In het ene geval, de cursus noemt dat, hebben we een speciale relatie. En in het andere geval hebben we een werkelijke relatie, zoals de cursus dat ziet, en de cursus noemt dat een heilige relatie. Nou, in de speciale relatie is het gegeven dat ik me beleef als heel speciaal, maar ook in een vorm van afscheiding. En met het gevoel, ja, ik ben niet heel. En nu ga ik op zoek naar, kan ik mij aanvullen? En dan vind ik iemand anders. Met vermoedens dat die wellicht ook niet zo heel is. Want als ik me niet heel voel, dan denk ik dat dat bij anderen ook zo is. Maar dat we elkaar zouden kunnen aanvullen. En dat dat de nieuwe heelheid is. En dit is eigenlijk waar jij over lijkt te spreken als je zegt, verbondenheid en vrijheid gaan voor mij niet samen. De oorzaak daarvan is dat de relatie niet in het licht staat van heelheid. Nou, laten we nu even kijken naar die andere relatie. En daar heb je ontdekt dat je zelf heel bent. Je ziet jezelf als heel. Als compleet. En in die compleetheid kijk je naar een ander als van nature. Ja, die is natuurlijk ook heel. En die is ook compleet. En in die ruimte is een enorme vrijheid om jezelf te zijn. Maar ook een enorme vrijheid om de ruimte te maken dat iemand anders authentiek vrij is om te zijn wie die is. Ja. En in speciale relaties begin ik altijd te sleutelen. Ja. In het begin is het even leuk. Oh ja, we klikken meteen. Hè? We klikken. Geweldig. Dat is een roze gure maneschijn. En daarna ga je zien dat omdat je eigenlijk in een dealrelatie gestapt bent. Hè? Ik doe wat jij leuk vindt en jij doet wat ik leuk vind. Want we gaan elkaar toch aanvullen.
In die situatie ga je dan zien van, hé, dat werkt niet volmaakt. En omdat het niet volmaakt werd, moet ik kijken, kan ik jou wat meer naar mijn kant krijgen? En dat wordt dan wederzijds gedaan en dat gaat door voor een relatie. Maar het is geen relatie, het is een oorlog. En hij gaat verloren worden door beide partijen. En nu het andere verhaal. Er is een relatie mogelijk waarin je dus uitgaat van de compleetheid die je in jezelf gevonden hebt. En die je jezelf toekent. En van daaruit kijkt naar de compleetheid in de ander. En dan ontstaat van nature die vrijheid, die ruimte. Ik hoef jou niet om te bouwen. Jij mag zijn zoals je bent. En ik ben veel meer geïnteresseerd in jouw authentieke zijn dan in hoe jij past in mijn plaatjes. Jij hoeft niet te passen in mijn plaatjes. Maar ik heb een beeld van je compleetheid. Dus nou heb jij carte blanche om te zijn wie je bent. En dat mag van alles betekenen. Dat je me leuk vindt of niet leuk vindt. Dat wij een langdurige relatie hebben of misschien maar kortstondig. Maar er is carte blanche. En dit is zo'n ruimte en nou is er vrijheid en nou is er verbondenheid. En als een vorm verandert, je bent niet meer samen, dan is er nog steeds het besef, maar inhoud kan niet stuk. Inhoud kan niet stuk. Ja. Mooi, ik heb... als we het dan hebben over het loslaten, wat dan nu binnen de vorm dan wel moest gebeuren of is gebeurd. Dan heb ik hier, dan heb ik er ook over opgeschreven dat als dingen eigenlijk telkens opnieuw blijken te gebeuren. Dus het lijkt alsof, er is een film en die film die heet Groundhog Day. En dat is een man die wordt wakker en iedere dag is het dezelfde dag als de dag ervoor. En hij kan wel andere keuzes maken, maar de uiterlijke wereld die blijft hetzelfde. En wat ik bij mezelf bemerkte is dat ik mezelf er eigenlijk op betrapte dat ik, in plaats van te ervaren heel te zijn of zelfliefde te ervaren, neigde ik steeds meer naar zelfhulp in plaats van zelfliefde. Namelijk de overtuiging, de relatie is niet gegaan zoals ik wilde en dat is vaker gebeurd. Dus ik moet mezelf veranderen. Daarin kwam eigenlijk mijn vraag, waarin ik eigenlijk mijn zus ook citeer. Want die heeft iets soortgelijks meegemaakt met ambitie, met werk. Namelijk iedere keer als zij ergens een cursus of een opleiding ging doen om haar hart te volgen, dan gebeurde er iets, dan werd de cursus halverwege afgeblazen. Of ze kreeg haar diploma niet, of ze kreeg ruzie met iemand op de vloer. Dus hoe kunnen we eigenlijk het vertrouwen hebben dat helingsproces of dat thuiskomen ontstaat, terwijl we op de tijdlijn misschien steeds meer bevestigd krijgen van zie je wel, het zit er niet in. Ja, dit is een heel mooi thema. Wat gebeurt daar? Hè? Wat gebeurt daar waardoor ik me ongemakkelijk ga voelen en twijfels ga krijgen? Wel, wat daar gebeurd is, ik ben gaan oordelen. Het komt altijd weer daarop neer. Hè? Ik ben me af gaan scheiden van de feiten. Ik ben niet verbonden gebleven met de feiten, maar ik heb gezegd no good. Ja, het kan niet goed zijn, hè? Dat een relatie, dat mensen uit elkaar gaan. Kan niet goed zijn. Het kan niet goed zijn dat een plan dat ik had of een verlangen dat ik had, dat niet 1, 2, 3 vervuld wordt. En dus er sluipt een oordeel in. En als dit regelmatig terugkomt, dan is het inderdaad tijd voor een vraagteken. Hè? Wat is hier aan de hand? En ik moet nu denken aan een hele mooie passage in de cursus, ergens achter in het tekstboek. En die heeft het over beproevingen. Kun je zeggen, als een relatie uit elkaar gaat, zijn beproevingen. Wow, dat is lastig.
Mm-hmm. Als je ambitie niet vervuld wordt en wellicht voor de zoveelste keer, dat is lastig. Mm-hmm. En dan zegt de cursus beproevingen. Dan spreekt hij even onze taal, hè? Beproevingen. Je voelt dat als een beproeving. Maar wat daarna komt is zo mooi. Dan staat daar: beproevingen zijn niets dan lessen die je verzuimde te leren, opnieuw gepresenteerd. En nou kijk er even naar. Beproevingen zijn niets dan lessen die je voorheen niet wist te leren, maar opnieuw gepresenteerd. Dus deze lastigheid wordt je opnieuw gepresenteerd en als een les. En dan staat er, zodat je nu een andere keus kunt maken. En dan staat er daarachter, en daarmee de pijn kunt vermijden die je eerdere keus je bracht. Nou, laten we hier nou naar kijken, zowel in de situatie van een relatie als van een ambitie die er niet van lijkt te komen. Waar zit de pijn nou? Je bent vergeten de les te leren van vergeving, van verbonden blijven. En daarvoor in de plaats heb je de les van afscheiding gezet, die een ego-les is. Huh? It's no good. No good, het is wat het is. Het zijn de feiten. En de cursus zegt, feiten zijn altijd behulpzaam. Om je de les te laten leren dat je kan stoppen met oordelen. Oordelen in de zin van goed en kwaad en schuldig en al dat soort dingen. In de plaats daarvan kan ik mij openen voor wat plaatsvindt. Nou, kijk naar een relatie. En oké, in de vorm zegt een van de twee of je komt er samen op uit. Ja, het matcht niet. Nee, het matcht wellicht niet in de vorm, zodat je in de vorm samen kunt blijven. En oké, wellicht is het dan heel natuurlijk en het meest behulpzaam dat je uit elkaar gaat in de vorm. In de vorm. Maar in de inhoud hoef je dat niet te doen. Je kunt, ja, het is mijn ervaring, als ik ooit van iemand gehouden heb, dan ben ik daar nooit mee opgehouden. Maar sommige mensen zie ik een leven lang niet meer. Maar de liefde gaat niet over. De verbinding blijft. Dat is een kwestie van het hart. Denk je aan het voorbeeld van je zus. Een ambitie komt er maar niet van. Is het werkelijk een hartambitie? Oké. Is het werkelijk iets van je hart? Oké, heb dan het volste vertrouwen dat dit de weg is waarnaar jij, van waaruit jij je bestemming daar gaat vinden. En blijf in die staat van vertrouwen. Dit werkt fantastisch. Hoe weet ik of iets een verlangen van mijn hart is? Ja, dat is een hele goede vraag. Daarvoor moet je je hart raadplegen. Dat staat niet ergens in je brein of zoiets, hè? Het is niet een kwestie van een rekensommetje. Van, is het leuk genoeg? Verdient het genoeg? Al dat soort zaken. Is het comfortabel? Dat is het niet. De kwestie is, ja, voel ik mij zo verbonden met een thema, met mijn ambitie, met mijn verlangen naar een bepaald soort werk. Ja, het is van mijn hart. Ja. Ik was heel erg jong. Misschien begon het op mijn zevende. Dat ik voelde, ik wil leraar worden. Ja, en dat is iets van het hart. En dat werd versterkt en ik bleef dat voelen. En zo is het mijn leven ook gegaan, van jongs af aan eigenlijk. Dus je kunt je hart raadplegen. Ja, maar dan moet je wel luisteren. Als je niet luistert, ja, dan kom je er niet uit. Als je wel luistert, ik merk het heel vaak in onze groepen, dan vraag ik aan iemand van, oké, je hebt nou deze vraag gesteld, maar raadpleeg nou je hart. En dan is het heel mooi, dan gaan sommige mensen naar boven kijken. En die zeggen dan, ja, ik denk. Maar er zijn ook mensen, als ik zeg, raadpleeg je hart, en ineens doen ze hun ogen dicht. Het is alsof ze naar binnen gaan, hè. En wat dan uit iemands mond komt, zeg je, ja, dit is het volmaakte antwoord. Dit is het. En hoe voelt dat? Ja, dat voelt goed. Wel, vertrouw het. En blijf in dat vertrouwen. En linksom of rechtsom,
je vindt je bestemming. Als je je hart vertrouwt. Dat is een heel belangrijk thema in de cursus ook. Het volgen van het pad van het hart. Hè? Het luisteren naar de stem van je hart. Dat is een machtig thema. Ja, zo rijk en zo vervullend. Ja? Mooi. Wat ik bij mezelf ook heb gemerkt, is dat ik eigenlijk steeds vaker in verbinding ben. En dan bedoel ik in verbinding met het nu ervaren. En dat merk ik in meditaties, maar eigenlijk ook steeds vaker ook daarbuiten. Dus nu ik het ook uitspreek, dan hoor ik als het ware de stilte in de lucht. Dus dan is het er eigenlijk meteen. Wat ik ook bemerk is dat op momenten dat de verbinding misschien het meest werd gevraagd, dat die er toen juist niet was. Dus in een conflict, in een ruzie, in een grote stap. Dus wat is het dat we, datgene wat het meest voor vrede en liefde zorgt, vaak juist verliezen op momenten dat ze het meest dienend kunnen zijn? Ja, omdat we de les nog niet geleerd hebben. Maar het goede nieuws is, je bent bezig hem te leren. En elke keer als er de pijn is van niet verbonden zijn, dan kun je focussen op au. Maar op je, in het gaan van je innerlijke pad, ben je bezig met te leren hoe het is om in verbinding te blijven. En zelfs in een au kun je in verbinding blijven. Ook in verbinding met jezelf. Van er is au en mag dat? Ja, dat mag. Dat is een eerste verbinding. Mag ik het uiten? Van mezelf wel. Ja, mag dat gezien worden? Wel, dat hebben we af te wachten. Maar ik ben in een stand van verbinding met dat wat is. En met mezelf. En dit is een les die we leren willen. Waardoor je dus in het nu kunt blijven. En in de verbinding uiteindelijk onder alle omstandigheden. En zonder uitzondering. Daar kom je een keer op uit. Is het, wat in me opkomt, ik hoor dan vaak, je moet het loslaten of laat los. Ik weet hoe ik een jong leerbal laat vallen. Maar ja, in mijn systeem, binnenin mij, heb ik dat mechanisme niet gevonden om los te laten. Net zoals het mechanisme van toelaten. Ik kan voor iemand de deur open doen en hem toelaten in mijn huis. Maar in mijzelf een emotie toelaten. Dan denk ik, hoe doe ik dat eigenlijk? Ja, en dit is precies wat je wil leren. En wat wij allemaal willen leren. Hoe laat ik een emotie toe? Dat is ongelooflijk belangrijk. Als je hem niet toelaat, hoe kun je één in jezelf zijn? Ik voel iets en dat mag ik niet voelen. En je sprak een boeiende zin. En je zei, je moet dat loslaten. Maar in het woordje moeten gaat het ook fout. Ja. Dus als we daar nou mogen van maken, je mag het loslaten. Het mag. Als het niet zou gebeuren, en mag dat? Wel zeg nee en zie wat dat je oplevert. Helemaal niks. Het lukt je niet om het los te laten. En mag dat? Ja, dat mag. En hoe lang mag dat duren? Wel zolang als het duurt. En zie het verschil, hè? Dit is verbinding. Hoe lang mag dat duren? Zolang als het duurt. Mooi. Ja, en we kunnen voelen hoe dat voelt. Hoe voelt het als iets mag? Als ik in een ruimte kom waar ik ontdek dat vrijheid is. En wie is degene die mij die vrijheid geeft? Dat ben ik zelf. En wie is degene die mij die vrijheid onthoudt? Dat ben ik zelf. Als ik mij niet vrij voel, dan heb ik mij niet toegestaan om te zijn wat ik ben. Vrij. En ik kan leren om mijzelf dat toe te staan in de praktijk van het dagelijks leven. Door liefdevol met mezelf om te gaan. Accepterend. Een vrijheid schenkend. Oké, ik mag zijn zoals ik ben. Ik hoef niet anders te zijn dan ik ben. Ik hoef niet anders te voelen dan ik voel. Ik mag
Ik mag van alles leren en ontdekken. Het is mogen. Welkom in de wereld van het mogen. En daar is verbinding. Ja, want je verbindt je met dat wat er is. Het mag. Wat als alles zou mogen? Dan ben je verbonden met al wat is. Welkom in die wereld. De cursus noemt hem de werkelijke wereld. Dat is nou de werkelijke wereld. Mooi, ja, prachtig. Ja. Het gaat dus, nou ja, ook om zachtheid. En ik heb, nou ja, in de afgelopen weken... ja, heel veel met mijn hand letterlijk op mijn hart gezeten. En nou ja, gewoon dingen voelen. En toen kwam er weer zo'n stemmetje. En dat stemmetje dat was van ja, maar alles wat aandacht krijgt groeit. Dus als wij nu gaan waarnemen wat er aan helse staten zijn of aan vervelende gevoelens, dan is er misschien zoiets als mooi, daar kunnen we wonen. We komen met z'n allen. Ja, zo zou je kunnen denken. En ik denk dat het zo niet is. En kijk even naar een moeder en een kind. En het kind komt huilend naar de moeder toe. Met gevallen, een blauwe plek, schaafwond. En die moeder die zegt, oh, laat eens zien. Kom eens hier. En legt misschien de hand erop of wat dan ook. Het is aandacht. Is die aandacht schadelijk? Wordt daarna de wond groter? Het zal niet zo zijn. Hè? Of een kind heeft verdriet. En moeder zegt, wat is er? Vertel. Ja. En wordt het dan erger? Nee, het verzacht. Dus het woord aandacht moet misschien daar vervangen worden door liefdevolle aandacht. Hè? Aangevuld. Dus warme aandacht. Niet een focus op wat is hier verkeerd gegaan en waarom ben ik zo stom of dit of dat. Maar oké, ik voel pijn nu en weer die vraag, mag dat? Oké, mag ik het voelen? Ja, beter van wel. Als je pijn ziet als een sein, als een signaal, dat je zou kunnen leren verstaan. Het vraagt om aandacht. Geef het dan maar die aandacht. Ja, fysiek zou je dat ook doen. Als er iets enorm zeer gaat doen, wat is er aan de hand? Dan kijk je daarnaar. Als iets emotioneel enorm zeer gaat doen, dan ga je toch niet van wegkijken. Dat lost nooit op die manier. Verdrukken, verdringen, het zal niet lukken. Maar oké, zo voelt het nu. En weer die vraag, mag dat? En je kunt onmiddellijk voelen wat dat met je doet. Oké, ik mag nu verdrietig zijn. Ik mag hier last van hebben. En flink last ook. Zoveel last als ik er nu van heb. Het mag. Dat is ja, de wereld. Je gebruikte dat woord zojuist. Iets van zacht, zei je. Hè? De cursus gebruikt vaak het woord gentle. Gentleness. Zachtaardigheid. Ja, dit is vriendelijk. Vriendelijk met onszelf omgaan. Dat is een levenskunst die iedereen wil leren. Ja, oké, leren. Een ander thema rondom relaties, of nou ja. Ik heb nou ja, bij mezelf bemerkt, ik heb inmiddels ook veel mensen gesproken met deze podcast. Ik heb veel ervaring met liefdesrelaties. Ik heb ook veel boeken over gelezen. En toen kwam ik op een gegeven moment zo'n quote van een filosoof tegen en dat was... The more I know, the more I know I don't know anything. Waarin ik eigenlijk soms merk van... Er is een soort sensitiviteit ook aan het ontstaan in ja, signalen herkennen in relaties, patronen herkennen in mezelf. Waarin ja, soms ook ja, de overtuiging opkomt van ja, maar... Wordt het niet allemaal ook wel erg complex? Gaat de spontaniteit ook niet een beetje verloren door alles wat we tegenwoordig allemaal weten over relaties en hoe ze zouden moeten? Ja, wel, je hebt weten en weten. En de cursus zegt in les 3 van het werkboek, dat is al heel erg vroeg, ik begrijp niets wat ik zie.
En dat is een beetje wat die filosoof, waar die ook op uitkwam, hè? Hoe meer ik weet, hoe meer ik weet wat ik niet weet. Maar je hebt weten en weten. Dus je kunt feitjes weten. Je kunt van alles weten, zeg maar op het niveau van het brein. Hè? Op het niveau van gedachten en feitjes. Maar het is een ander soort weten. En dat we gewoonlijk voelen noemen. Ik voel dat dit klopt. Hè? Ik voel op mijn klompen dat dit niet klopt. Hè? Ik kan het niet uitleggen, maar ik voel het. Dat is een ander soort weten. En we zouden voor dat weten veel meer respect kunnen hebben. En ja, dit noemt de cursus je innerlijke leiding. En je innerlijke leraar. Je zou het je hart kunnen noemen. Je intuïtie. En als je denkt aan relaties, je zou 100 relatieboeken kunnen lezen. Nou, één zo'n relatieboek is wat mij betreft een cursus in wonderen. En ja, die heeft het dus over relaties die nooit zullen lukken, omdat ze uit afgescheidenheid begonnen worden. En je hebt relaties die altijd zullen lukken, omdat ze beginnen vanuit een liefdevol standpunt. En je kunt je daarin scholen in de praktijk. En niet door veel studie op de theorie. Dat zou kunnen helpen. Maar vooral om in de praktijk van het leven vanuit je hart het aan te durven om te leren om in relatie te zijn. En dat is wat een cursus in wonderen je aanreikt. En iedere keer komt het weer neer op: zou je je oordeel kunnen loslaten? Over jezelf, over de ander, over de relatie. En zou je in plaats daarvan een open hart kunnen houden? Naar jezelf toe, naar de ander, naar de relatie, naar de beweging in de relatie, naar de toekomst. En zou je die ruimte willen... Je noemde het al a little willingness. Hè? Zou je die bereidwilligheid hebben? En de cursus noemt het ook wonderbereidheid. Ja, het blijkt enorm te werken als je dat doet. Ja, en daarna is het afgelopen met theorie. Ja, dan kan je schudden. Die heb je helemaal niet nodig. Je hebt je hart nodig. Ja. Als we ook gewoon puur fysiologisch kijken, dan heb ik met Richard de Let laatst een mooie live show gegeven. Hij zit in de holistische geneeskunde en dat we een zoogdierenbrein hebben. We hebben een reptiele brein en we hebben een mensbrein. Nou, ook op het plaatje blijkt dat reptiele brein toch wel een stuk groter te zijn dan het mensbrein. En ook wel een stukje dominanter te zijn dan dat mensbrein. Dus ik merk dan van, nou, ja, steeds vaker ben ik toch in die verbinding of in die liefde. En gelijktijdig, ja, is dat reptiele brein misschien bang om bedreigd te worden of bang om verlaten te worden. Of vanuit een soort overlevingsstaat, ja, egoïstisch bezig. Dus ja, hoe verhoudt eigenlijk de cursus in wonderen zich tot... Ja, tot onze uitrusting. Ja, in hoe je dit zegt, zit eigenlijk al de waarheid. Hoe verhoudt een cursus in wonderen zich tot onze uitrusting? Hè? Dat woord uitrusting is heel goed gekozen. Want het gaat om een uitrusting. En je had het zo over die breinen. En ik mis daar iets. En wat ik mis is de ziel. De cursus zegt spirit. Hè? Spirit, als een woord daarvoor. Geest. En mind, zegt de cursus, en bedoelt niet het lichaam. De cursus zegt, ik ben niet een lichaam, ik ben vrij. Dus ik ben niet mijn brein. Dat blijkt in alle bijna doodervaringen. Hè? Mensen kunnen een brein hebben dat niet functioneert en hebben de mooiste ervaring van hun leven gehad, die ze ook nooit meer vergeten. Dus wij zijn niet ons brein. Het is niet een kwestie van... En moet ik niet eens beter omgaan met mijn reptiele brein? De vraag is, moet ik niet eens meer ruimte maken voor wie ik ben? Ja. Ik ben een schepping van God. Ik ben liefde. Ik ben waarheid. Al het goede is in mij aanwezig.
En ik ga daar ruimte voor maken. Ik ben mijzelf met een hoofdletter. En dat is iets anders dan een brein. Ja. Als mijn brein weg is, ben ik nog steeds mijzelf. Ik was het voor mijn brein en ik zal het zijn na mijn brein. En hoe weet je dat? Ja, niet vanuit mijn brein. Hoe weet je dat vanuit mijn hart? Ja, het staat voor mij compleet vast zonder discussie. En toch zal voor de meeste mensen gelden dat ze in die wereld op z'n kop leven. In die vergissing. Ja, en wat levert dat je op? De ervaring van onvoldaanheid. Incompleetheid van zoeken en niet vinden. En daar is niks mis mee. En mocht het je op het idee brengen van, wel, zou ik eens iets kunnen zoeken dat ik wel kan vinden? Ja, je zou jezelf kunnen vinden. Je zou de waarheid kunnen vinden. Je zou liefde kunnen vinden. En eigenlijk is dat het moment, als een mens lang genoeg pijn heeft gehad, dan zegt hij, there must be another way. En als hij dat een paar keer gezegd heeft, dan zegt hij ook nog, and I'm determined to find it. En op dat moment gaat hij open voor een zeer krachtige innerlijke groei. En je zou kunnen zeggen, er dient zich iets aan dat je een keer in beeld krijgt als een spiritueel pad. Er moet een andere manier zijn dan alles wat ik al zo vruchteloos geprobeerd heb. Dingen die niet werken, afgescheidenheid, haat en nijd, oorlog. Het werkt niet. Dat onverbonden zijn. De cursus zegt one problem, one solution. One problem, ja, afgescheidenheid. One solution, ja, verbinding. Het hart. En als je lang genoeg pijn hebt gehad en op de plek in jezelf komt, there must be another way. Het is zo mooi dat je daar hoor je eigenlijk al vertrouwen. Hoe weet jij zo zeker, there must be another way? Maar iets in je geeft niet op. There must be another way. I want to find it. En oké. En dan dient zich iets aan. Nieuwe, bruikbare inzichten. En je zou dat kunnen noemen een vorm van het spirituele pad. Wat wil zeggen, het pad dat je brengt naar spirit. Naar wie je werkelijk bent. In die zin kan het niet stuk. Als iemand maar lang genoeg pijn heeft gehad. En dat bepaalt hij zelf, hè? Wanneer de maat voldoende is. Ja. Ja, de cursus zegt ergens dat er is een grens aan je vermogen om te lijden. Een keer trek je dat niet meer. En misschien voel je het als een dark night of the soul. Maar het opent je voor anyone out there. Iets dat mij kan helpen. En dat is weer de bereidwilligheid. En de cursus zegt, daar begint je wonderbereidheid. En de wonderen zullen komen. Mooi, want wat ik bij mezelf bemerkte toen dit eigenlijk allemaal gebeurde. Dat er een soort stilte plaatsvond. Ik heb toen ook, eigenlijk sindsdien heb ik nu 6-7 weken lang in het kerkje waar mijn opa en oma begraven liggen. Dat is eigenlijk een kapelletje. En er was niemand en er was dan Gregoriaanse muziek. En ik zette daar dan een kaars op en dan viel er door het glas een lood zo licht naar binnen. Ik voelde daar een soort gronding. Ik heb dat ook later van andere mensen gehoord. Er is iets met die plek. En toen merkte ik eigenlijk een stilte die ik eigenlijk nu ook weer hoor. En toen kwam er een hele gekke gewaarwording van, is de stilte die ik nu ervaar, is dat liefde? Of betekent het dat ik ben gestorven? Het is een antwoord. Het is een antwoord op je gevoel hoe verder. Er lijkt verlies te zijn. En er zijn dingen gebeurd. En hoe nu verder? En er moet een vorm van openheid en wonderbereidheid zijn om dan iets te ervaren van, wat is dit? Dit is stilte. Dit is zachtaardig en vriendelijk. Troostrijk. Dat is een beetje wat ik proef in wat je deelt, hoe het is om in die kapel te zijn. Hè? Het doet mij goed. En daar proef je eigenlijk van een antwoord. Het leven heeft een antwoord op onze vragen. Werkelijk altijd.
Er is niet één vraag die wij dus echt zouden kunnen hebben in ons leven, waar niet een antwoord op is. Het leven zelf is dat antwoord. En liefde is het antwoord. En het enige wat eigenlijk nodig is, is openheid. En daar gaat de cursus erg over. Hè? Van, oké, je bent kennelijk voldoende open om nu een weg te gaan waarin de wonderen je leven in mogen komen. Ja, ze staan er klaar voor. Het leven is eigenlijk een wonderleven. En de wereld is een wonderwereld. Maar zijn de wonderen welkom? En het ego in ons zegt, nee, want dan ben ik de controle kwijt. Ja. En wat als we die controle loslaten? Dan krijg je die ervaringen zoals jij ze nu krijgt als heel authentieke troost. Ja, prachtig. En dan komt verlies ook in een ander licht te staan. Mm-hmm. Ja, de cursus zegt, ergens vind ik een heel mooie zin. Verlies is geen verlies wanneer het juist wordt bezien. Is dat geen prachtige zin? Hè? Iets in ons zegt, auw, oké. En dat mag je zo voelen, maar als we het nu juist bezien, hè? En dan niet intellectueel, maar op een heel diep niveau. Wat is dit? Laten we nou even twee voorbeelden nemen uit de natuur. Hè? Een knop. Hè? In de lente, een knop. Oké, nou gaat die knop, die gaat open. En de knop is naar de knoppen nu. Hè? En is dat een verlies? Nee, dit is op weg zijn naar het volgende stadium. De knop is nu een bloesem. Prachtige bloesem. Die bloesem gaat verwelken. Dus nou is de bloesem naar de knoppen. Maar is dat een verlies? Nee, er komt een vrucht. En nou valt die vrucht van de boom en die vrucht gaat naar de knoppen. Hè? Mm-hmm. Die verteert en zo. Is dat een verlies? Nee, daar is nu een nieuw zaadje. En dat zaadje zorgt voor een boom. En hetzelfde met een rups en een vlinder. Mm-hmm. Dus verlies is geen verlies wanneer het juist wordt bezien. Dus je mag het voelen. Het is heel belangrijk om verlies te voelen. Want het is voor een deel van onszelf, van ons instrumentarium, is dat erg normaal. Om dat te registreren. Hey, er was iemand bij me en die iemand is er nu niet. Ik had een buurman en die buurman is verhuisd. Dat is voor ons organisme is dat wennen. En daar zit een pijnkant aan. Daar kan een pijnkant aan zitten. Maar als het juist wordt bezien, dus bezien vanuit het hart, dan is het leven. Voortgaand leven. Doorstromend leven. Het is altijd van iets is er niet meer en iets nieuws komt daarvoor in de plaats. Net als in een rivier. Het water stroomt door. En jij stroomt mee met dat water. En dan blijkt verlies onmogelijk. Het is alleen maar verlies vanuit een bepaald perspectief. Als je stil blijft staan, dan zeg je ja, nou is dit er niet meer. Mm-hmm. Maar als je meebeweegt, dan zeg je iets is getransformeerd. De rups is een vlinder geworden. Hè? Er zat een kokon tussen. En de bloesem is een nieuwe boom. Wat ik daar ook eigenlijk opmerkelijk aan vind, is dat we natuurlijk vaak horen dat we in het nu mogen leven. Maar eigenlijk mogen we daarmee in het nu de toekomst al zien. Want we zien als het ware de potentie van iets. Ja, dat is heel mooi wat je zegt. En nu is een heel kostbaar begrip in een cursus in wonderen. En wordt daar beschreven als de meest nabije benadering van de eeuwigheid. En je hebt dus de tijdlijn waarin we voortdurend in verwarring zijn. Ik heb mijn ongeheelde verleden, er is zoveel gebeurd, zo getraumatiseerd. En wat staat me nog te wachten? Dat is een heel wiebelige plek, een heel moeizame plek. En dat is de tijdlijn. En die is een illusie. En waarom is die een illusie? Omdat het verleden voorbij is. En waarom is die een illusie? Omdat de toekomst er niet is. Hij is er niet. Het verleden is er niet, de toekomst is er niet. Er is alleen maar een heden. En wat als wij,
als wij interesse krijgen voor die plek, ja, jij beschrijft je eigen interesse voor die plek. Het is de beste plek om te zijn, het nu. En in dat nu, als ik in het nu mij veilig voel, gelukkig ben, in liefde ben, vol vertrouwen, dan breidt zich dat uit over wat zich ook maar aan zou kunnen dienen in mijn denken. Hè? Als ik erover denk, ja, dat is geen probleem. Want ik doe dat in dit nu, waarin ik vertrouwen heb en de heelheid ervaar. En dat is een grote levenskunst, waar de cursus op wijst. En waar bijvoorbeeld Eckhart Tolle, mede ook door zijn eigen ervaringen natuurlijk in de eerste plaats, maar ook doordat hij daarna een cursus in wonderen vond, dat hem zo bevestigde in wat hij ervoer. Hè? Hoe is het om in het nu te zijn? Ik denk dat de cursus hem geholpen heeft om zich daar als het ware comfortabel in te gaan voelen. En te zien dat het verleden niet meer dezelfde plek is. En de toekomst ook niet meer hetzelfde beeld geeft. En is dat vertrouwenwekkend en is dat oké? Okay? Ja, dat is zeer oké. Okay. Ja. Als we daarop doorgaan op het thema van toekomst, dan schrijft de cursus: ik wil een toekomst die van het verleden verschilt. Ja, prachtig. En toen had ik daar de vraag bij opgeschreven, want zo ben ik dan ook alweer. Hoe maken we een toekomst als we alleen de bouwstenen kennen van het verleden? Ja, dat is eigenlijk een briljante vraag. Want hij brengt je heel dicht bij het antwoord. Het is dus hopeloos. Het is hopeloos. Je hebt alleen maar de bouwstenen van het verleden. En de cursus zegt, het is hopeloos. Al in de eerste lessen, dan wordt dat gezegd, ik zie niets zoals het nu is. Ik zie alleen het verleden. Hè? Dat beschrijf jij nu ook. Dus in al zijn hopeloosheid kunnen we dat loslaten. We hebben een andere aanpak nodig voor die toekomst. Hè? En dat werkboekidee, daar hebben Doris en ik een geschiedenis mee. Ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. Nou, ik had al heel veel jaren groepen gegeven. En we zouden een nieuwe jaargroep geven. En het idee was, dit is een mooi thema. Ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. En normaal schrijf ik daar een tekst over, om mensen te vertellen, hier gaan we het over hebben. En welgemoed ging ik een keer achter mijn bureau zitten om die tekst te schrijven. Ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. Dat is een mooi onderwerp en laat ik daar nou eens iets over schrijven. En ik zat daar en er gebeurde niks. Ik dacht, ik ben niet zo geïnspireerd. Misschien heb ik mijn dag niet. Oké, dan niet vandaag. Volgende dag ging ik welgemoed zitten. Ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. En ik wilde weer gaan schrijven. En ik had geen inspiratie. Dat is een paar dagen gebeurd. Waarin ik mij lichtelijk gefrustreerd ging voelen. Van wat is hier aan de hand? Totdat ik dacht, oké, ik zoek een toekomst die van het verleden verschilt. En ga ik daar nou een stukje over schrijven? En ik voelde ineens, de toekomst is een open veld. En ik heb één groot vraagteken daar neergezet. En dat was alle informatie die ik had voor mijn eerstvolgende jaargroep. En dat jaar is een keerpuntjaar geweest in het leven van Doris en mij. Ja. En dit in antwoord op jouw vraag. Hoe moet je nou verder? Geen idee. Ja, want als je een idee hebt, waar haal je dat idee dan vandaan? Dus je zult het te doen hebben met de rivier zoals die stroomt. En zie je als een kanovaarder. En ken jij die rivier bij voorbaat? Nee, je ziet wat je nu ziet. Misschien is het wel mooi stil water. Ja. Maar je kijkt tot aan de bocht. En wat hoor je na de bocht? Wel, dat ga je zien. En toch, en dan kom ik misschien weer in het lichaam terecht, maar Dr. Joe Dispenza, misschien een bekende naam, die beschrijft ook ergens van ja, als we iets niet weten of we moeten iets leren, dan maakt de situatie of ons brein de situatie tot wel 10 keer erger, want dan komen we tenminste in beweging. En dus klinkt het voor mij dan ook weer logisch, ja, als ik een rivier afga en ik weet niet wat er komt, nou dan ga ik maar beter van het ergste uit door mezelf een beschermend pak te geven. Want ja,
we weten het niet, dus gaan we heel preventief te werk. Ja, voorzorgsmaatregelen. Huh? Ja, ik zou niet zeggen dat is heel goed of dat is heel slecht. Je zou kunnen zeggen, oké, voorzorgsmaatregelen. En vanuit welk standpunt? Als het is vanuit angst, nou dan kan je wel aan de gang blijven. Hè? En dan zou ik er nog een bootje bij nemen voor het geval dat. En 7 peddels en weet ik wat allemaal. Dan zit je aan de angstkant. Maar wat als je voorzorgsmaatregelen zou nemen uit goede zorg voor jezelf? Oké. Dan denk je, wat zou het beste zijn dat ik kan doen om mij zo goed mogelijk toe te rusten? Oké. En vanuit vertrouwen ga je dan verder. En dan kom je er aldoende achter of je toerusting voldoende was al of niet. En dan ben je aan het leren. Want dan is het oordeel er ook af dat je misschien onvoldoende uitgerust was als het toch zo bleek te zijn. Ja, en dan krijg je weer, ga je nou oordelen of ga je je verbinden? Als je gaat oordelen, wat een sukkel, ik had dit of dat moeten doen. Als je gaat verbinden, zeg je, oké, dat heb ik nu gesnapt. Een derde peddel, als je met z'n tweeën in een kano zit. Een derde peddel kan geen kwaad. Ja, oké. En dus hoe kom ik aan mijn derde peddel? En zo kan je weer verder. Hè? Ja. Zo kan je verder. Dus het ego zoekt een volmaaktheid die er gewoon niet is. In tijd en ruimte. En de liefde kijkt volmaakt naar dat wat er is. En leeft en groeit en beweegt en is verbonden. Ja. Ik wil ook een vraag van een goede vriend van mij, Frank Bruining, inbrengen. Hij is meditatieleraar. Is ook wel eens op Zoom geweest. Heeft wel eens bij jullie iets gedaan. Ja, we lijden het meest onder zelfbedachte dingen. En dan staat er in de cursus, I am never upset for the reason I think. Hoe kom ik erachter wat die werkelijke reden van mijn lijden is? Ja, dat is een hele goede vraag. Ook dit staat helemaal in het begin van het werkboek van de cursus. Ik voel nooit onvrede om de reden die ik denk. Nou, dat is één les. En dan zegt de volgende les, ik voel onvrede omdat ik iets zie wat er niet is. En ja, je wordt daar dus heel vroeg in de cursus al in het werkboek meegenomen naar jouw ego-kijk zal niet werken. Ik zie wat er niet is. En wat zie ik? Ik zie alleen het verleden, staat er dan. Dat is de volgende les. Dus ik kijk niet open. Ik kijk heel gesloten vanuit een beperkt pakketje, ja, wat ik heb meegemaakt, hè? Een beperkte hoeveelheid informatie. En ik denk dat ik daarmee het leven tegemoet moet treden. Hè? En dat is helemaal niet zo. Jij mag je leven tegemoet treden vanuit wie je bent. En dat is niet het verleden. Jij bent het verleden niet. Jij bent eeuwig jezelf. Dus je maakt op een heel andere manier gebruik van je bronnen. Wat is je bron? Dat ben je zelf. Dus ik voel onvrede omdat ik iets zie wat er niet is. Ik zie aanvallen. Ik zie mij bedreigd. En wat is het in mij dat ziet? Dat is het ego. Dat is een afgescheiden zelf dat ik niet ben. En dit is de illusie waar we allemaal last van hebben totdat we inzien dat we toe zijn aan iets beters. En dan is het ego niet langer onze leidinggevende factor. There must be another way. En dan wordt de nieuwe factor het luisteren naar innerlijke leiding. En dat is niet het ego. Ja. En niet het reptiele brein. Nee. En geen enkel brein. Het is de intuïtie. Geloof je dat ieder mens tot het punt komt, there must be another way? Absoluut. Ja? Ja. Gegeven tijd. Ja. En iedereen neemt zijn tijd. En dat is eigenlijk een heel prachtig ding.
Mag iedereen zijn tijd nemen? Ja. En sommige mensen zijn ergens klaar mee. En die zetten een volgende stap. En andere mensen zeggen, ik ben hier helemaal niet klaar mee. En die blijven, zeg maar, het ego exploreren. En mag dat? Jazeker. Ja. En niemand kan het voor je doen. Nee. Als we kijken naar loslaten, heb ik ook een opleiding die ik volg bij Vera Helleman. Dat zal misschien ook een bekende naam zijn. Zij is bezig met non-dualiteit. En dat complete loslaten eigenlijk van alle kosmische grapjes. En ja, op een onderlaag naar de situatie kijken. Ja, dat zou er ook toe kunnen resulteren dat ik een soort nihilist word. Dat ik denk, oh joh, het was maar een relatie. Of het was maar dit, of het was maar dat. Dus hoe verhoudt het loslaten van alles op de tijdlijn zich tot het voorkomen eigenlijk ook weer dat je een nihilist wordt en dat het je allemaal geen donder meer uitmaakt? Ja, wel, als je de weg beproeft van nihilisme, dan kom je er al gauw achter dat dat niet fijn voelt. En je zou kunnen zeggen dat dat het leven geen vacuüm presenteert. Je kunt een vacuüm maken, hè? Mm-hmm. En je kunt dat construeren. En je kunt iets als een vacuüm beleven. Maar het leven zelf is geen vacuüm, maar een volheid. En dat wil zeggen dat wat er ook gebeurt in het leven, als je er naar kijkt van nou, laat maar zitten. Is dat verbinding? Ja, dat is ons thema nu. Is dat verbinding? Laat maar zitten, zoek het uit. Maar. Dat is geen verbinding, dat is je zoveelste afscheiding. Ja. Dat is het niet aandurven om iets aan te kijken. En in verbondenheid te blijven. Oké, dit is nu gaande. En daar heb ik gevoelens bij. Oké, en kan ik me blijven verbinden? Kan ik in de openheid blijven? Openheid is in de cursus een heel belangrijk thema. Ja. Het ego wil altijd sluiten met kleine formuletjes en beperkingen. Het ego wat is het ego? Het is een beeld van beperking, een beeld van afscheiding. Ik ben een ikje. Ik ben helemaal geen ikje. Ik maak gebruik van een persoonlijkheid, een rijke persoonlijkheid. Met gevoelens en gedachten en een lichaam en van alles en nog wat, hè? Maar ik ben dat niet. En in de openheid voor wat ik wel ben, kan ik open blijven naar hoe het leven zich presenteert. Dat is niet nihilistisch. Dat is, dat is een veld van alle mogelijkheden. En hoe voelt dat, hè? Dus probeer het maar uit. Proef van nihilisme en kijk hoe het voelt. Oké, geniet ervan. En nou, de openheid. De openheid voor het leven als een soort volheid die zich aan je aanbiedt. Hoe is dat vanuit het hart? Kijk hoe dat voelt. En je komt erachter waar je het meeste zin in hebt. Ja. Mooi. Wat ik dus ook, om daarop door te gaan, bemerk is dat ik soms kleine dingen uitermate groot maak. Dat is ook mijn hypochondrie. Dus ik kwam er eigenlijk achter van ja, dat zijn van die hele kleine, bijna verwaarloosbare dingetjes die ik dan heel erg groot weet te maken. Terwijl op het moment dat het gaat om bijvoorbeeld een proces van heling, dan is het juist belangrijk dat het bestaat uit hele kleine onderdeeltjes, van hele kleine stapjes. Dus ergens in de cursus hebben we het ook eerder over gehad, oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect. Ja. Maar in het gesprek daarvoor hadden we het erover dat verlichting ook iets onmiddellijks kan zijn. Dus hoe verhoudt het kleine deeltjes tot een onmiddellijk effect? Kijk, je zegt, dit is een citaat uit de cursus inderdaad, alleen oneindig geduld sorteert onmiddellijk effect. Maar dat laat dus de onmiddellijkheid zien. En hoe kom je nou aan die onmiddellijkheid? In het nu, nou, dat wordt precies in die zin beschreven, oneindig geduld. Alleen dat zal het doen. Ja. Voor mijzelf is dit een heel
inspirerend onderwerp, oneindig geduld. En ik reik het ook in al onze groepen aan. Die stap heb je gewoon te zetten. Mm-hmm. Die moet je niet iets zien als in de verte, want je kan wachten tot Sint-Jutemus. Je moet niet wachten op de ontwikkeling van oneindig geduld. Je moet kiezen voor oneindig geduld. Ja. En wat is nou oneindig geduld? Je kan heel lang filosoferen over oneindig, maar het is eigenlijk ongelooflijk eenvoudig. Ja. Het betekent onvoorwaardelijk. Ja. Dus ik besluit nu om onvoorwaardelijk geduld te hebben met wat zich ook maar aandient. Mijzelf, met jou, ons gesprek, de wereld, de situaties, de toekomst. Mijn verleden, als het in me op zou komen, ik besluit tot onvoorwaardelijk geduld. Als de plek waar ik wil zijn. Ik wil in de staat zijn van onvoorwaardelijk geduld. En de cursus heeft een parallel, een tegenhanger daarvan, of een metgezel in de vorm van volmaakt vertrouwen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Hoe kom ik aan mijn oneindig geduld, terwijl ik heb volmaakt vertrouwen? En als ik volmaakt vertrouwen heb, ja, oké, dan zal mijn geduld oneindig zijn. En midden dat ik in die onvoorwaardelijkheid stap, en je zou het gewoon bij jezelf uit kunnen proberen. Mm-hmm. Het is een innerlijke beweging die je in de tel kunt maken. Maar dat heeft dus feitelijk alles te maken met een besluit, want gedurende we ouder worden, nou, ook als er niet van alles gebeurt, ja, je wordt toch ook ouder. Dus je hebt te maken met verlies van misschien functie of mogelijkheden. Dus ik denk dat voor ieder van ons geldt dat, ja, dat er, hoe langer je leeft, hoe meer vervelende dingen er zijn gebeurd. en dus meer, ja, meer trauma ervaren kan worden. Als het zo beleefd wordt. Ja. Ja. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Nee. En dat is ook een letterlijke zin uit de cursus. Dit hoeft niet zo te zijn. This need not be. En dus die dingen die gebeuren, en daar kun je wel iets bij voelen, maar dat heeft niet het laatste woord. Als je je stoot, kan je pijn voelen. Maar dat gaat niet over essentie. Als er in een relatie iets gebeurt, kun je pijn voelen. En dat gaat nog steeds niet over essentie. Wat over essentie gaat, is de keus die je maakt voor realiteit. Ja. En daarvoor moet je geïnteresseerd zijn in realiteit. En dan ontdek je dat die non-duaal is. En dat die bestaat uit liefde. En die weg ga je. Er is een plek in je hart waar je die keus maakt. Hè? Je zei, ja, het is dus een besluit, zeker. En de cursus gebruikt vaak voor dat woord besluit de keus. Hè? Keus, maak je keus. En maak opnieuw je keus. Leer de keus maken. En daarom is de cursus ook een boek geworden dat zowel een theorie biedt, maar dan ook nog eens een werkboek voor de praktijk van het maken van de keus. De keus is de keus tussen twee dingen, angst en liefde. De keus, op een andere manier gezegd, tussen schuld en onschuld. Maak de keus. En liefde blijkt waarheid en onschuld blijkt waarheid. En beide blijken vreugde en geluk. Mm-hmm. En het valt te ervaren. Eigenlijk in het verlengde op wat ik net vroeg over de kleine stapjes en de onmiddellijke resultaten. Ja, staan er natuurlijk, wat we net ook al behandeld hebben, er staat a little willingness and there must be another way, wat eigenlijk vooraf ging aan het, ja, aan het innerlijk dictaat waarvanuit het boek ontstond. Maar there must be another way, dat is bijna 200% commitment. Zeker als je eraan toevoegt, and I'm determined to find it. Terwijl a little willingness, dat klinkt heel voorzichtig, heel zacht, een klein stapje. En beide citaten die komen op verschillende momenten, s'nachts of overdag, tot mij, omdat ik gewoon, ja, die ervaring heb van de Dark Night of the Soul. En toch contrasteren die twee begrippen zo met elkaar. Ja, zo lijkt het. En het is heel leuk dat je er een keer achter komt dat ze hetzelfde zijn. Dit is zo mooi. De cursus is ook heel praktisch. Hè?
And there must be another way, and I'm determined to find it. Okay. En de cursus zegt ergens, you cannot be totally committed sometimes. Dus totaal toegewijd zijn kun je niet af en toe. Oké, en tegelijkertijd staat er dan een mooie paragraaf, een beetje bereidwilligheid. Nou, wat jij ervaart als, wat wij ervaren kunnen in onze menselijkheid als van, nu ben ik volledig toegewijd. There must be another way. I'm determined. Oké. Dan zal later blijken, oké, dat was jouw beetje bereidwilligheid. Dat was het begin. Ja. En zet dat maar in. En dat groeit. Ja. En die groei, die is eigenlijk volautomatisch. Hè? Een rivier komt uit in de zee. Mm-hmm. En als wij beginnen met een beetje bereidwilligheid, op basis van there must be another way, want zo gaat het niet langer. Ja, het zou zelfs wanhopig kunnen zijn. En ik open mijn hart. Is er iets dat mij gaat helpen? Oké, en daar gaat het beginnen. En dan krijg je onvermijdelijk je antwoorden die je herkent als een antwoord. En waarom herken je nou dat nou als een antwoord? Omdat je voldoende open was. Dat is de beetje bereidwilligheid. En je eerste antwoord brengt je bij je volgende stap. En als je in de staat van openheid blijft, dan is er een nieuw antwoord en een volgende stap. Dat zijn jouw kleine stapjes. Ja. Maar ze zijn stapjes op een grote weg, zoals de rivier naar zee stroomt. Ja, wat in me opkomt, net zoals loslaten, wat misschien ook geldt voor ervaring van verlichting van... Ja, ik heb dan laatst ook tegen iemand gezegd, ik probeer los te laten of ik ben bezig met loslaten. En toen dacht ik, nou ja, als je dan toch die metafoor op van die bal, of je hebt hem nog vast, of je hebt hem losgelaten, maar je kunt hem niet een beetje vast hebben, dat kan eigenlijk gewoon niet. Nee, inderdaad. En toen dacht ik bij mezelf, ja, wat is dan dat hele proces van loslaten eigenlijk? Als dat dus eigenlijk alleen maar bestaat uit, je hebt het vast of je bent het kwijt. Ja, heel erg mooi wat je zegt. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik mag de bal vasthouden als ik hem vast heb. En ik mag hem kwijt zijn als ik hem kwijt ben. Dus het is het mogen. Het is het toestaan, het is eindelijk realistisch worden. Ja, dus eigenlijk, het maakt niet uit dat ik hem nog vast heb. Maakt helemaal niet uit. Nee. Het maakt niet uit. Linksom of rechtsom is de werkelijkheid de werkelijkheid. Onvermijdelijk. En we vermijden hem voortdurend door te denken in termen van dualiteit. Ik heb de bal vast. Ik heb de bal verloren. Je hebt hem vast als je hem vast hebt. En je hebt hem niet vast als je hem niet vast hebt. And so what? Het is, ofwel zijn we zijn verbonden met het leven en met de dingen die zijn zoals ze zijn, ofwel we zijn ermee in strijd. Wel, strijd levert oorlog en pijn en de verbinding levert vreugde. Strijd levert oorlog en pijn, maar er staat ook ergens wie zich verdedigt wordt aangevallen. Klopt dat? Iets in die terminologie? Ja, als ik mezelf verdedig, word ik aangevallen. Ja. En de vraag is door wie? En het antwoord daarop in de cursus, het is een werkboekles, hè? Het is de langste werkboekles, geloof ik, in de hele cursus, met 5 bladzijden toelichting. Als ik me het is kennelijk een belangrijke les, ja. 5 bladzijden toelichting. Als ik me verdedig, word ik aangevallen. Door wie? Door mezelf. En waarom word ik door mezelf aangevallen? Wel, ik denk dat het nodig is dat ik mezelf verdedig. Dan moet ik wel zwak zijn. Dan moet er wel iets buiten mijzelf zijn dat, dat mij zou kunnen kwetsen en benadelen. En dit is natuurlijk in de dagelijkse werkelijkheid de praktijk van alle dag. Maar het is een vergissing. Al is het nog zo praktijk van alle dag en al is het voor het merendeel van 8 miljard mensen het geval. Ik moet mezelf gezien hebben als wat ik niet ben, om te kunnen geloven dat ik me verdedigen moet. Verdedigt een rivier zich tegen het stromen naar de zee? Doet hij dat? En hoe zou hij dat dan wel doen?
Maar een, het dier, is een hopeloos een project. Dat, een dier doet dat wel als ze naar iets anders in de natuur kijken. Ja, en je kunt dat verdedigen noemen. Het zijn, ja, het zijn zoals het gaat. Hè? Het gaat zoals het gaat. Maar kijk naar in de mens. Het echte ding is niet je reflexen. Het echte ding is je staat van zijn. Je reflexen zijn je reflexen. Als, wat zullen we zeggen, als, wat zou er gebeuren? Als het plafond naar beneden zou komen, plotseling. Dan doen we het toch allebei zo. Wellicht te laat, maar die reflex, daar, dat is de reflex. En die hoort bij het systeem, bij de opmaak. Dat zijn leerprogramma's en oké, zegen het. Maar je echte ding is niet je fysieke reflex. Je echte ding is je geestelijke reflex. Je mind reflex. En daarin kies je voor angst of liefde. Als je natuurlijke staat van zijn liefde is, dan zie je niets als een aanval. Je ziet het gewoon niet. Je ziet iets voor wat het is. En wat het is, is een kans op verbinding. Ja, heel letterlijk. De cursus die ik zit nu op dat thema kiezen van of je nou kiest om een verbonden wereld te zien of alleen het licht of de liefde te zien. Nou ja, dan wordt er inderdaad in de inleiding beschreven van het tegendeel van liefde is angst. Maar dat wat allesomvattend is, kent geen tegendeel. Waarin er eigenlijk wordt beschreven van, nou ja, als ik het vrij mag vertalen, van oké, de liefde is de waarheid en angst is een illusie. Dus nou, dan kan ik ervoor kiezen om alles vanuit liefde te zien. En tegelijkertijd, ja, vind ik het soms wel moeilijk om te denken, ja, maar misschien is het wel helemaal andersom. Misschien is liefde wel een illusie en is angst de waarheid. Oké, dit is het moment waarop je niet omhoog moet kijken, maar je ogen dicht moet doen. En dus gewoon luisteren. Hè? En liefde blijkt de waarheid te zijn. En alle mystici zijn het erover eens. Alle religies zijn het in diepte erover eens. Alle spirituele paden zijn het erover eens. Het is iets, je hebt het voor jezelf te ontdekken. Het is nooit iets van, ik ga het je bewijzen. Nee, jij gaat het jezelf bewijzen. Ja. En je kunt het jezelf bewijzen door jezelf beschikbaar te stellen voor dat experiment. Is liefde nou de werkelijkheid of is angst de werkelijkheid? En ja, je citeerde dat heel mooi. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is, kent geen tegendeel. En dat is dus een beschrijving van de non-duale werkelijkheid. Hij blijkt liefde te zijn. Ja. Vraag me niet om het uit te leggen. Het blijkt liefde te zijn. Is er moed voor nodig? En volgens mij heeft het hier al een keer over gehad, maar voor mij voelt het heel dapper om, of heel moedig om door de bril van liefde naar de wereld te kijken. Ik denk dat als we lang genoeg geleefd hebben, en dan bedoel ik niet in een aantal jaren, hè, maar lang genoeg ontdekkingen hebben gedaan, levensontdekkingen hebben gedaan, dat er een moment van rijpheid is. En het zou voor een kind kunnen gelden. En het zou voor een 80-jarige kunnen gelden. Dus het zit niet op leeftijd. Maar het zit hem op voldoende innerlijke rijpheid om die moed te hebben. Ja. 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 En daarin. Of is er meer moed voor nodig om vanuit angst naar de wereld te kijken? Ik vind dit nogal een breingedachte. Nou, maar ik bedoel daarmee van, nou ja, als je vanuit angst naar de wereld kijkt, dan komt er dus ook heel veel ellende op je af. Dus dan moet je best wel dapper zijn om dat aan te durven. Hmm. Ja, je zou vanuit liefde naar angst kunnen kijken. Mooi. Ja, en dat zul je hebben te doen ook. Je zult net zo lang naar angst hebben te kijken, totdat angst niet meer blijkt te bestaan. En dat is het non-duale gewaarzijn. Maar je begint met je plek te ontdekken in de dualiteit. En zeg je, nou, ik heb allerlei gevoelens en ik heb liefdesgevoelens en ik heb angstervaringen en ik heb mijn ontdekkingen te doen.
Maar zoals de cursus dat beschrijft en zoals het blijkt te zijn, uit ervaring blijkt het zo te zijn, dat angst de werkelijkheid is, pardon, dat liefde de werkelijkheid is en dat angst een illusie is. En dat wil zeggen, één van de twee zal gaan verdwijnen omdat die nooit bestaan heeft. Net zoals duisternis en licht zijn niet van dezelfde orde van grootte. Duisternis staat niet op zichzelf. Licht staat op zichzelf. En duisternis is de afwezigheid van licht. Op dezelfde wijze is angst de afwezigheid van liefde. Mooi, ja. Ja, ik zie dat helemaal visueel voor me. En dit voorbeeld helpt wel enorm, omdat ik dan denk, ja, je kunt met de lichtschakelaar kan je alle duisternis doen laten verdwijnen. Maar er is niet een schakelaar waarmee je al het licht kan doen verduisteren. Ja, je kunt licht niet doen verduisteren. Hè? Je kunt er iets voor zetten, als het ware. Ja. Je kunt iets voor het licht zetten, maar dat is dus een eigen ding dat je doet. Het licht blijft het licht. Ja, we kunnen gordijnen benutten of Luxaflex, maar het licht blijft het licht. Ja. Alleen in deze kamer lijkt dat dan niet zo te zijn, omdat wij het licht als het ware buitengesloten hebben. Maar het licht is er niet minder licht door. Ja, dat zijn natuurlijk wat manieren om hier een beetje voeling mee te krijgen. Ik, inderdaad, want voor mij voelt het dan inderdaad van ja, dat licht, dat is er gewoon en dat gaat voor niets of niemand uit de weg. Dat is er gewoon. En dat licht is innerlijk. Het blijkt er te zijn. Het blijkt er zo te zijn dat er niets is dat licht weg kan nemen. En maar daarvoor moet je naar binnen gaan. We hebben onszelf te ontdekken als iets wat we werkelijk zijn en niet iets wat we dachten te zijn. We zien onszelf als een persoonlijkheid en dat blijken we niet te zijn. Ik merk dat in dit gesprek dat er steeds meer helderheid komt, dat ik ook net zo voor me zag. Ja, wat we werkelijk zijn en wat we dachten te zijn. Toen dacht ik, oh, wat we dachten te zijn, dat is ook in het lichaam maar een heel klein plaatsje. Maar wat je werkelijk bent, is de rest. Ja. Dus dat is veel groter dan die gedachte eigenlijk. Ja, en eigenlijk wat je bent is alomvattend en al het andere past daarin. Dus wij denken vaak dat we bijvoorbeeld onze geest zit in ons lichaam. Maar ons lichaam zit in onze geest. En een keer wordt dat helder. Wij bevinden ons in de wereld. En een keer wordt het helder dat de wereld zich in ons bevindt. En ja, dit is het non-duale leven. Dat onvermijdelijk zich presenteert als we onze experimenten doen met de dualiteit. Mooi, ik wil ja, nog een stukje met het thema relaties belichten. En ja, ik zit hier met mijn broertje en we hadden het in de auto even over. Dus het is ook een vraag namens hem. En dat is eigenlijk de vraag, hoe geef je eigenlijk een ander heel veel liefde zonder tot het punt te komen dat je moet constateren dat je eigen liefde daarmee dan wel opgaat, of dat je roofbouw pleegt op een stukje in jezelf? Ja, dit laat een misverstand zien. Het misverstand is dat liefde je zou kunnen uitputten. En de liefde die je uitput is nooit liefde geweest. Dus we hebben helder te worden. Liefde is inclusief. Zoals de cursus al zei, we hebben beide dat citaat gebruikt, liefde is alomvattend. Maar de praktijk daarvan is dat de liefde dus is voor jou en voor mij. Voor mij en voor jou. Hij is voor ons samen. En in de praktijk van een relatie betekent het dat als ik mij werkelijk laat inspireren door liefde, dan zal ik nooit iets doen dat jou kan benadelen. En ik zal ook nooit iets doen dat mij kan benadelen. Want zo is liefde niet. Liefde is alomvattend. Het is dus angst en ego dat denkt in termen van of. Nou, wat betekent dat in de praktijk? Dat we bezig zijn om te leren authentiek te zijn. In een relatie. En dan kijk je naar de ander als jij bent authentiek jezelf.
En mijn hart zegt ja tegen die ruimte van jouw authentieke zijn. Maar ook voor mij. En daarom kan ik met een gerust hart mijn waarheid leven. En als die bijvoorbeeld een nee zou zijn tegen iets dat jij leuk zou vinden, dan ben jij beter af als jij mijn nee krijgt, dan wanneer ik jou een leugenachtig ja geef. Dus, en nu weer een keer naar de praktijk van dat je merkt van, hé, ik beweeg zo naar je toe dat het mij uitput. Nou, dan heb je dat gedaan niet uit liefde, maar uit angst. Dan heb je liefde nog niet volledig toegelaten om je te leiden. En op het moment dat je dat inziet en contact met je hart hebt, dan is het heel eenvoudig. Dan zeg je, weet je wat ik merk? Dat als we zo en zo doorgaan, dan put me dat uit. En dat lijkt me geen goede zaak. Ja. Dus voor mij werkt het beter. En dan komt je authentieke zijn. En de ander heeft daar ruimte voor of niet. Als die daar ruimte voor heeft, kun je verder. En zo niet, dan is dat een keerpunt in de ontwikkeling. Ik wou bijna aan hem vragen, kan je er wat mee? Ik heb hier nog een heel aantal dingetjes staan, maar ik heb de neiging om een beetje richting een afronding te gaan. Wat ik nog wel een mooie vind, omdat ja, de situatie die ik nu in mezelf ervaar, staat ergens in de cursus ook dat er een moment kan zijn dat je wordt teruggeroepen door de Heilige Geest. Of dat je, nou ja, ik weet niet of het in die hoedanigheid daar staat, maar mijn ervaring is dat op belangrijke momenten ik soms die stem juist even niet hoor. Ik denk van, hoe kan dat nou? Soms dan ben ik thuis in mijn bed en dan krijg ik ineens een soort van higher self die dan iets aan me wil doorgeven. Maar op het moment dat ik in een situatie zit die complex lijkt te zijn, dan is het van, waar is nu die gids? Of waar is nu die wijsheid? Ja, dat is een goede vraag. En er is ook een goed antwoord op. En het antwoord is hier. En dat heb je te vertrouwen. Dus een moment of langer niet weten hoe je verder moet, is een totaal onschuldig ogenblik. Maar iets in ons is geprogrammeerd op, ik moet altijd weten hoe ik verder moet. Ik moet nooit met mijn mond vol tanden staan. Ik moet mijn acties klaar hebben. En dat zo is het in oorlog. Hè? Ik moet mijn bommen en granaten klaar hebben. Maar dat hoeft helemaal niet. Ook hier geldt weer, hoe kijken we? We kijken afgescheiden als we zeggen, ik vind dit heel akelig dat ik nu geen inspiratie heb. Maar ik kan even goed zeggen, dit is een moment van heilige stilte. Van ruimte waarin het nieuwe geboren mag worden. En hoe lang mag dat duren? Zolang als het duurt. En op die manier hoef je je dus nooit af te scheiden van je innerlijke leraar. Van de liefde in je. Het vertrouwen vult dat op. Waar is mijn innerlijke leraar? Hier en nu. Altijd. Hij slaapt niet. Hij is niet elders. En hij heeft het niet te druk. Ja? Dus wat we overhouden is het eenvoudige vertrouwen in eeuwig, altijd durende, heilige, werkzame leiding. Ook als ik hem niet lijk te kunnen horen. Dat is een onderdeel van de leiding, van het gebeuren. Dus het gaat louter om je waarneming daarvan. En niet om de stilte of het gevuld zijn met inspiratie. Maar ook om het vertrouwen op het moment dat het niet waargenomen wordt. Jazeker, ja. Dat is heel, heel wezenlijk. En dit is een belangrijk thema in een cursus in wonderen. Het leren vertrouwen
op blijvende innerlijke leiding. Ja, bestendig. Maar dat moet je niet verwarren met aan één stuk door een stem horen die zit te dicteren hoe jij leven moet. Zo werkt het niet. Het is het hart leren volgen totdat je voelt dat je geen vragen meer hebt. Geen twijfels meer hebt. Is het hart volgen ook op een gegeven moment dat dat samenvalt met het hart dat de leiding neemt? Ja. Ja. Ja, de cursus zegt, ik volg slechts, want ik wil niet de leiding. Dat is een werkboekidee. Ik volg slechts. Ik volg de liefde. Ik volg de liefde. Waarom willen we niet de leiding? We willen niet haantje de voorste zijn. En dat wil het ego. Ik wil niet de leiding willen. Waarom wil je de leiding? Omdat de dingen niet goed zijn soms? Omdat God afwezig is, heeft het niet goed gedaan, of wat dan ook. Ik wil niet de leiding, omdat ik helemaal niet bestemd ben als persoon om controle te hebben over het universum. We willen ook niet achterop lopen, of wel? Als je een cursus in wonderen doet, dan wil je op de tweede plaats staan. Ja, en zo staat het letterlijk in de cursus. Ik kies de tweede plaats om de eerste te verwerven. En het is de dualiteit die zegt, ja, de tweede plaats, verdorie, nog aan toe. Maar het is God en zijn schepping. Ja. Het is wel mooi, want het resoneert wel met een aantal dingen. Namelijk een artikel wat ik heb gelezen over dat mensen die tweede worden in de topsport gemiddeld een x-aantal jaar ouder worden, omdat ze niet... Ja, als het ware over hun eigen grenzen zijn gegaan op het niveau waarop een eerste plek dat soms doet. Dus het schijnt een vitalere plek te zijn. En ik had ook een mooie plaatje gezien van een roedel wolven, waarin eigenlijk de zwakste of de ziekste wolf, die loopt voorop. En de sterkste wolf, die loopt helemaal achteraan als een soort rugdekking. En om constant eigenlijk het tempo eigenlijk te laten bepalen door de zwakste schakel en niet door de sterkste schakel. Oké, daar zit iets intuïtiefs in. Ja, ja, maar dat vond ik heel mooi als je het hebt over een soort egoloosheid van... Ja, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten of de meest wijze wezens. Nou ja, op een of andere manier resoneert dat met dit onderwerp. Liefde leidt. Huh? Ja. En zo wil ik in liefde deze podcast afsluiten. In liefde. Een thema wat zich vaak heeft voorgedaan als angst in mijn afgelopen paar maanden. Maar dat ik nu ook wel voel, in ieder geval op dit moment, waar de lichtschakelaar zit. Dus daarvoor opnieuw... En hartelijk dankjewel. Dankjewel, Eddy, voor deze kans om zo'n mooi gesprek te hebben. Ja.